Dit is niet de eerste huldiging, misschien is het wel de laatste. Maar we vonden het toch heel gepast om als stadsbestuur die vier Olympiërs die we hebben en de twee coaches die hen hebben begeleid, ook skilovers, om die toch even op in het zonnetje te zetten. Dus welkom aan Noeska en aan Brint. Helaas ontbreken Kelly Dilfer en Jasmina Jankovic. Ze moesten alweer terug naar hun teams in het buitenland, want hun competities beginnen alweer. Zo snel gaat die carousel van de sport. Ik kom straks nog eventjes terug, maar ik geef graag het woord aan onze wethouder sport. Tot Nathalie Gouden. Voor het officiële stuk is het bedoeld dat jullie welkom thuis. En natuurlijk ook, ik denk dat ik mijn cv had mogen bijwerken als ik niet had gedaan. Want heel Schiedam zijn. Schiedam gaat toch wel zeggen hoe trots we zijn op de sporters. En dat vind ik het heel bijzonder dat ik dat in mijn hoedanigheid hier mag doen. Maar de prestaties die jullie hebben geleverd, ja, daar kunnen we alleen maar bewonderend naar kijken en ervan genieten. Ik denk dat je heel vaak de vraag hebt gehad hoe het daar was, hoe je het hebt gevonden, wat je er zelf van vond, hoe iedereen het daar gedaan heeft. Maar waar wij vooral benieuwd naar zijn was hoe de ervaring daar was en hoe het onderling met z'n allen was. Ja. Het was natuurlijk fantastisch om mee te maken. Heel het dorp is echt super groot. Het is gewoon eigenlijk een stadje in een stad om dat zo samen mee te maken. En ik heb er echt wel bewust voor gekozen om andere teamgenoten echt te leren kennen. Want ik vind het wel mooi om inderdaad daar als team NL te staan. En ook die andere ervaringen van andere sporters zeg maar ook mee te maken. En te vragen hoe hun het hebben gedaan. En daar ook nog wat van te leren. En daar zijn ons gebouw stond ook tafel tegen tafel. Dus op een gegeven moment zeiden dan mensen van, oh Britt, kom tafel even kijken hoe het echt is. En ik heb echt met turnen, met hockey, met echt iedereen daar zo staan tafel. Dus het was echt heel leuk om mee te maken. Ja, dus heb ik nog bovenop de tafel gestaan en een beetje lenen gedaan, benen in je nek. zo moeilijk kan ik het zelf niet maken. Maar ik heb wel een beetje staan toveren met die bal qua effecten en zo. En kijken ja, of hun het wel terug kunnen slaan, niet. En sommigen konden echt niks van, maar sommigen konden echt wel een beetje balletjes staan. Dat was gewoon heel leuk om zo samen mijn passie te delen, zeg maar. En hoe vond je het nou dat de spelers die geen medaille hadden eerder naar huis moesten? Ja, natuurlijk niet zo leuk, want je wil natuurlijk eigenlijk de eindceremonie meemaken en nog mijn teamgenoten supporten. Aan de ene kant, sommige redenen snap ik natuurlijk wel wanneer we eerder worden weggestuurd, maar als het zeg maar gewoon goed gecommuniceerd wordt, is dat wat fijner. Nu laatste moment hoor je een beetje van ja, je moet toch weg. Nou, dan bouw je wel, want je hebt al verloren. En dan zit je zo van ja, je hebt verloren, oké, nu maar ga maar weg. Dus dat was niet zo leuk. Kan ik enigszins begrijpen hoor. Ja. En nou, je hebt al gezegd dat je doorgaat. Hoe kijk je nou naar de volgende 4 jaar toe? Nou, met deze Olympische Spelen heb ik echt goed staan spelen. Bij het Olympische kwalificatie was ik eigenlijk gewoon te zenuwachtig om te spelen. En nu heb ik echt goed gespeeld. Dus dat was echt mooi om mee te maken. En gewoon echt goede winkansen gehad tegen nummer 25 van de wereld. En dit geeft gewoon heel veel hoop voor de volgende Olympische Spelen. Nou, ten eerste natuurlijk van harte gefeliciteerd met je zilveren medaille. Hoe vond je het daar? Ja, uniek. Een hele belevenis natuurlijk. Iets wat niet vergelijkbaar is met andere dingen. En we zijn pas 4 dagen terug en een hoop gebeurt in die 4 dagen al. Dus de hele verwerking van Rio moet nog wel een beetje beginnen. Maar was natuurlijk super mooi. Ja, ben je nog niet helemaal toegekomen denk ik. Alles moet nog een beetje inzinken. Hoe ging je laatste partij? Eigenlijk ook goed. Achteraf, je wint hem niet. Maar we hebben een plan gemaakt van tevoren en daar heb ik me aan gehouden. En het was niet genoeg om te winnen dit keer, maar blij met hoe het gegaan is eigenlijk. Sowieso al een grote prestatie natuurlijk. En ga je nog door? Ja, ik ga zeker door. Iedereen heeft het dan over Tokio. Dat zou ik echt niet weten. Je weet ook niet wat er allemaal tussen komt. Maar ik ben er nu nog niet klaar mee. Het is een goede vakantie en dan gaan we maar zien wanneer ik de bokshandschoenen weer aantrek. En wil je nog professioneel toch nog gaan? Nee, totaal niet. Nee. En hoe waren de indrukken daar? Wat was je belevenis ervan? Ja, groots. Gelukkig hadden we Baku meegemaakt vorig jaar, de European Games. Dat was toch wel een miniatuur, een soort Madurodam van de Olympische Spelen. En je merkt gewoon altijd dat het super groot is. Het is gewoon een dorp op zich waar je in zit. Ik ben nu niet naar Brazilië geweest, ik ben niet naar Rio geweest, maar ik ben naar het Olympisch dorp geweest. En daar ben ik eigenlijk bijna niet uit geweest. En dat zijn, weet ik veel, hoeveel flats en de eetzalen natuurlijk. Dat is in het begin vooral even wennen dat het zo groot is en even wat eten is
niet zo makkelijk. Dat is niet van ik loop thuis naar beneden en ik doe de koelkast open en ik eet. Dat is allemaal heel gecompliceerd. En dat is een kwartier lopen naar een zaal en lange rijen en zoeken naar je eten en weer terug. En, dus dat was groot, maar het was natuurlijk superleuk met Team NL in de flat, zeg maar. Krijg je alle belevenissen mee en elke dag wordt er gesport. Dus elke dag ja, weer spanning. En ondertussen moest ik natuurlijk blijven trainen. Dus dat was ook nog een... dat was wel lastig daar om ter plekke die focus te houden en alles. En ja, uiteindelijk begint je eigen wedstrijden. Super spannend natuurlijk. En een heleboel aandacht die er normaal niet is voor boksen. Ja, inderdaad. En hoe vond je nadat degene die geen medaille hadden terug naar huis moesten? Ik ben blij dat daarover wordt gevraagd. Want Maurits Hendricks wordt nogal onder vuur gelegd met de keuzes die gemaakt zijn. En dan vooral het betreft jury en de terugvlucht voor mensen zonder medaille. En ik ben eigenlijk de uitgelezen persoon, denk ik, om het aan te vragen. Omdat ik als allerlaatste aan de beurt was. En je op die manier de consequenties van de keuzes nogal meemaakt. En ja, ik vind het een goede keuze eigenlijk. Omdat je merkte de laatste dagen al, en dat was dus juist toen mijn toernooi begon. Dat het gewoon rumoeriger werd op straat. S'avonds hoorde je gewoon allemaal mensen die terugkomen uit de vergelijkbare Holland-Heinekenhuizen. En het is niet per se Nederlanders die ik heb gehoord, maar dat zijn wel de flats daarnaast en zo. Mensen liggen eruit en zijn eigenlijk aan het feesten. En het maakt hun niet meer uit of ze om 4 uur 's nachts naar bed gaan. Dus je hoort van andere flats al mensen zitten buiten op het balkon hard te praten, te lachen. Dus dat wordt allemaal rumoeriger. En het gaat uiteindelijk, er wordt op een gegeven moment losersvlucht genoemd en zo. En dat is gewoon een verkeerde naam en dat moet niet. Maar het is echt bedoeld om de prestatiesfeer eigenlijk zo goed mogelijk te houden. En ja, je merkte bij ons gewoon dat na op een gegeven moment was die vlucht terug. En dan werd het ook weer rustiger in huis. Want halverwege vliegen er mensen in. Dus het wordt steeds drukker in dat huis. En op een gegeven moment is het gewoon beter dat het weer even wat rustiger wordt. En wij hadden nog het geluk dat alle 4 de teamsporten die we hadden erin zaten. Maar als je nagaat wat er gebeurt als die 4 teamsporten eruit liggen. Heb je zomaar 50 mensen in het gebouw. Die van prestatie ineens naar feesten overgaan. En dat komt natuurlijk niet ten goede van de prestaties. Ja, precies. Schrijf je deze dan? Dankjewel. Ja, thanks voor jullie.